Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een geheel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Goedenavond. Zitten ze? Burgemeester, secretaris. De vergadering van de Raad van de Gemeente Bunschoten van 17 mei 1915 is geopend. Ik eet jullie allemaal hartelijk welkom en ook de gemeentebode met de bodebus. De mensen van de pers hoef ik niet welkom te heten, want de Amersfoortse krant die kwam in 1915 niet en de BB had je toen dan niet. Maar er is wel een goede belangstelling uit de burgerie. Er zijn mensen die betrokken worden bij de nieuwbouw van dit mooie raadhuis. En er zijn ook mensen die een petitie getekend hebben voor een gemeentelijke visafslag. Die hun belangstelling moeten tonen. En luisteren wat de raad gaat zeggen en besluiten. In de gemeente Bunschoten. Maar eerst wil ik namens de gemeente jullie allemaal bijzonder welkom heten in deze nieuwe raadzaal van het nieuwe raadhuis. Nu de raad hier voor het eerste vergadering houdt. En daarbij wil ik in het bijzonder de architect, de aannemers en de arbeiders hulde brengen voor ontwerp en bouw van deze aanwinst aan de Duipstraat. En hoewel voorspellingen doen niet dat er mooie daden van de gemeentebestuurders mogen worden, durf ik de voorspelling wel aan dat dit gebouw over 100 jaar nog op haar grondvesten staat. Als parel in de gemeente Bunschoten. Dan stel ik noem voor dat we de ingekomen stukken gaan behandelen. Er is een missieve van gedeputeerde staten van Utrecht houdende toezending der goedgekeurde begroting van het dienstjaar 1915. Ik stel voor dat we dat voor kennisgeving aannemen. Dan is er een brief binnengekomen van de visserievereniging Ons Belang tot oprichting van een gemeentelijke visafslag. En er is ook een adres van een koelerijn en 8 andere visventers die hetzelfde op het oog hebben. En ik vraag jullie instemming dat de gemeentesecretaris die brief aan ons verleest. Als jullie dat goed vinden, secretaris, ja. Zeg het maar. Ondergetekende visventers, alle burgers der gemeente Bunschoten, komen tot u in Lachbare met het verzoek om het daarheen te leiden dat al hier wordt opgericht een gemeente visafslag. Enerzijds omdat de tegenwoordige toestand zonder zulk een afslag hen niet bevredigt en anderzijds omdat het een eis des tijds is. Getekend door J. Koelewijn, G. Koelewijn, B. Koelewijn, H. Koelewijn, G. van Tamelen, D. De Graaf, B. De Graaf, C. Ruizendaal en W. Koelewijn Jacobszoon. Voorzitter, meer staat er niet in. Haast goed. Wij van de leden van de raad wil in de eerste ronde het woord heen. Is er eentje? Is dat de fractie van de venters en de vissers? Klopt. No, dan zullen we dat tot eerst het woord geven. En dan? Oh, ik zie het al. De fractie van de boeren wil ook wat zeggen. Meneer Nagel, dat is goed. Oh, en de fractie van de middensteinders? De AR middensteinders. En de AR boeren en de AR vissers. Zullen al drie het woord voeren. In eerste ronde. Meneer Kolps,
van de fractie van de Venters en de Vissers. Voorzitter. Ook Willy van de AR-fractie van de Vissers en de Venters. Ik ben blij met het nieuwe gemeentehuis. Het is een parel voor het dorp. En we zijn groots dat we de eerste vergadering hier mogen houden. En we zijn er helemaal groots op dat de oprichting van een nieuwe visafslag het eerste onderwerp is wat hier wordt behandeld. Over de visafslag wil ik het volgende zeggen. Natuurlijk steunen jullie de oprichting van een gemeentelijke visafslag. We zitten in een nieuw gemeentehuis. De ambtenaren gaan met de tiet mee. Als jullie een visafslag oprichten, dan gaan de vissers ook met de tiet mee. Maar zoals het nu gaat, zo kan het niet langer. De vissers zijn overgeleverd aan de grillen van de vishandelaren. Vaak een visser een vaste handelaar en naar een andere handelaar kan die niet makkelijk toe. Die handelaar heeft het volledig in zijn eigen hand om de prijs te bepalen. De visser heeft zelf haast niks in te brengen. Maar als we nou alle vissers verplichten om de vis bij de afslag af te leveren, dan kan aan die wantelstang een eind komen. Dan krijgt de visser tenminste een eerlijke prijs voor zijn vis. En voorzitter, voor het geld hoeven we het niet te laten. De kosten van een visafslag die worden een schat 1200 guldens per jaar. Met een aanvoer van vis van 40.000 guldens per jaar maken we dit al goed. Dat moeten we makkelijk kunnen redden. Jullie denken zelfs dat we gerust ervan uit kunnen gaan dat er een aanvoer komt van 80.000 of 90.000 guldens per jaar. Dan maakt de gemeente zelfs grote winst. Dit plan hoeft de gemeenschap dus geen geld te kosten. Sterker nog, het gaat geld opleveren. En voor de vissers is het een grote vooruitgang. Kortom, dit plan is voor iedereen goed. Tot zover de bijdrage van de vissers, voorzitter. Dankjewel, meneer Kops. Ik geef het woord aan de heer Nagel voor de fractie van de boeren. Ja, dankjewel, voorzitter. In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met dit mooie gemeentehuis. Ook wel raadhuis genoemd. Jullie zijn blij dat jullie vanaf nu op een vaste plek kunnen vergaderen. Dan ook naar het voorstel, voorzitter. Dat verbaast ook zeer. Vorig jaar hebben jullie het hier al uitgebreid over gehad. En omdat we bang waren voor oneenigheid tussen de vissers en de handelaren, hebben jullie er juist vanavond zien. Jullie willen graag weten wat er in dat jaar veranderd is, dat we daar nog niet meer bang voor binnen. Waarom nog veranderen? Het is toch altijd goed gehad? En ook vragen jullie ons af of hier wel bemoeienis van de overheid die nodig is. Ligt hier wel waarheid voor de gemeenschap? De besomming liep nog wel goed, maar wie zegt dat het altijd zo blijft? Jullie hebben begrepen dat vissers op zee aan handelaren mogen verkopen. Dan moeten we nog maar afwachten of er wel genoeg vis wordt aangeleverd om de besomming van 1200 gulden te halen. Als het direct tegenvalt, dan draait de gemeenschap voor de centen op. Dan moeten jullie boter bij de vis leveren. Jullie zien meer in het oprichten van een coöperatie, zonder dat de gemeenschap zich hiermee bemoeit. Die ondernemers kunnen hun eigen bootjes wel doppen. Jullie roepen het college dan ook op om die kant op te gaan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nagel. Dan komt nog de reactie van de fractie van de middenstanders aan het woord. Voort is aan de heer Heijn. Dankjewel, voorzitter. Wil u sluiten ons aan bij de vorige sprekers. Wil u als middenstand, ben ook blij en dankbaar dat ons dorp nog een eigen gemeentehuis en raadsel heeft. Wil u hopen dat er jaren gebruik van de markt mag worden. Nog het voorstel. Wil u middenstanders en dit voorstel nog al voor de derde maal sinds de eeuwwisseling op onze agenda staan. Wil u zullen u melden dat dit niet naar ons zin eenduwigheid en een stemdheid is. Nog dit beslag en verzoek bij ons op de agenda staat, zullen jullie dan ook duiding en uitleg verwachten van de voorzitter. Graag vernemen jullie ook van de voorzitter hoe de vissers na zeer lange tijd van tweedracht naar eendracht gaan streven. Komt er ook een soort van coöperatie voor vissers, net als bij de Venters, min of meer het geval is? Er zou wel iets geregeld mogen worden om te voorkomen dat de visafslag, net als in 1906, de slechte resultaten aan zijn nachtkeers uitgaat en er geen gebruik meer van de afslag gemaakt wordt. Daarnaast hebben jullie de vraag aan de voorzitter wat dit voorstel ons oplevert in de gemeentekas. Kan het een en ander winstgevend worden in de markt en is het huidige gebouw toereikend voor die doelstellingen?
mede let op dat het gebouw een houten basis heeft en sinds enkele jaren in onbruik is. Jullie hebben tevens vernomen dat er plannen zijn om de Zure Zee af te sluiten. Hoe concreet zijn die plannen en is er dan ook wel toekomst voor de visserie en voor een afslag? Jullie hebben daar onze zorgen over. Ook hebben we de vraag of jullie dan ook nog uit de kosten kunnen komen. Of is de verwachting dat jullie van de palingvangst kunnen leven? Tot zover, voorzitter. Dankjewel, leden van de Raad. In jullie eerste ronde naar je aangeven hoe jullie denken over het petitie en het adres wat binnengekomen is. Ja, en daar moet ik daar heel kort op reageren. En dat zal ik even doen. Door jullie eraan te herinneren dat we vorig jaar ook in de Raad hierover praten. En toen werden er heel veel raadsleden bang dat er oneenigheid zou komen tussen de vissers en de venters. Dat het allemaal, en de hengelaren, en dat het allemaal niet goed zou gaan. En toen is er gestemd in de Raad met 4-3 om het niet te doen. Maar ja, de 10 ben verankerd. En er is nu de gespannen verhouding in beweeg. Ze hebben met elkaar gepraat. En ze vinden dat ze dat zo moeten doen in samenwerking. En daar doen ze nu dus ook een beroep op de gemeente. Om dat te gaan regelen als onafhankelijke partij. Dus ja, nu is het wel de vraag natuurlijk. En dat hoor ik ook aan jullie bijdragen. Dat je hier positief op ingaan. Hoe je kunnen voorkomen dat dit niet rendabel is. En daarom hebben we er eens over nagedacht en dan zei het Avenum de Raad een voorstel doen om vanavond een in beginsel een besluit te nemen. In beginsel. Dat je zegt van ja, we willen het doen. Maar dan kreeg BMW wel de opdracht mee dat ze zeggen van je mag niet meer als 1200 gulden per jaar in de kasten van de visafslag stappen. Dus bedenk maar een plan dat je dan ook 1200 minstens aan inkomsten terugverdienen. En misschien wordt het dan beter. Dus aan jullie het besluit. Hoe denken jullie erover dat we wel zeggen in beginsel ja, in plaats van vlees en nee, maar noem. Ja, want ze willen het zo graag allemaal. En we kunnen de gemeenschap in mijn ogen hiermee dienen. En het tweede is dat we dan zeggen, ja, we denken erom, die 1200 gulden, dat is wel de bovengrens. En kom eens met een plan waar u jullie overtuigd bent dat het ook misschien geld gaat kosten. Nou, wat vingen jullie daarvan? Wie wil er in de tweede ronde nog wat over zeggen? De boeren met meneer Beukers. De vissers, de middenstanders, dus meneer Heining. En meneer Koelewijn van de vissers. Oh, je had hem ook getekend, hè, de petitie. Dus. Ja, dat dacht ik nou, denk ik. Ik hoorde een alle bekende naam. Ja, dan is het woord aan de heer Beukers voor de fractie van de boeren. Voorzitter, ook jullie delen de zorgen van de middenstand wat betreft de afsluiting van de Zure Zee. En alleen van zuidwatervis kan die afslag natuurlijk niet bestaan. Dat de omringende plaatsen ook een visafslag opduwen, dat zegt ons niks. Jullie als Spakenburgers zijn uniek. En dat mag wat ons aangaat best zo blijven. En als laatste voorzitter lezen jullie in dat voorstel dat we met de tiet mee moeten gaan. Dat het een eis is van de tiet. Dat heeft er toch helemaal niks mee te maken. Jullie willen helemaal niet met de tiet mee. Als jullie overal mee meegaan, dan zitten we over een poosje ook nog met vrouwen in de raad. Jullie zien dus niks in het voorstel en zullen dan ook tegenstemmen. Dank u, voorzitter. Dankjewel. Ja, de bolde die presenteert even een sigaar. En je mag speuren naar hem opsteken. En net hebben we al lekker een bakje koffie gehad van Maartje Meut. En zo wordt er ook voor de Raad gezorgd om tijdens de vergaderingen dat het ook nog een beetje
aan een aangenaam is. Stap je de rijt. Ja, we gaan verder met de tweede ronde en het woord is noem aan de middenstanders. Meneer Heijnen. Dank u, voorzitter. Dank voor de duidelijke uiteenzetting over een visafslag van de gemeente. Laten we u hopen op een eendrachtig doel dat zowel de gemeente, vissers en natuurlijk ons als middenstand tot voordeel mag wezen. Jullie zijn ook van mening dat het voorstel zo als de noem leidt goed is voor de werkgelegenheid en de samenwerking prijzenwaardig is voor ons christelijk karakter van ons dorp. En laten we u ook de wens uitspreken te hopen dat door de planning tot afsluiting der Zuurzee, als het zover komt, ons dorp spaart mag blijven met harde vishandel en visvangst. We spreken ook de wens uit dat de voorstelling mogen komen tot een gemeentelijke afslag die in de komende decennia mag bloeien en groeien. En ook dat het gebouw van de visafslag de stormen mag doorstaan en niet bij de eerste de beste springvloed verleuring mag gaan. Want op Armeu zitten jullie niet te wachten. Voorzitter, de middenstand is voor het voorstel zoals het de noem leidt. Dank je wel. Dankjewel. Dan nog het woord aan de vissers met meneer Koelewijn. Wel, voorzitter. Jullie blijven voor de gemeentelijke visafslag. Wat die overheidsbemoeienis betreft, de boeren snappen toch ook wel dat de voorwaarden voor een goed functionerende markt, waar vraag en aanbod de prijs bepalen, niet altijd vanzelf ontstaan, maar dat het soms juist een handje moeten helpen. De toekomst zal uitwijzen dat juist de boeren heel veel belang zullen hebben bij ingrepen van de overheid. Die heeft ze hard nodig om overproductie en dumpprijzen te voorkomen. En let op mijn woorden, er komt een tijd dat juist de boeren zich zullen laven aan de subsidiekraan. De mogelijke afsluiting van de Zuurzee weer neemt. Maar voorlopig vissen we nog wel eventjes verder in de Zuurzee. En als die echt dicht gaat, dan heeft onze fractie het volste vertrouwen in de Spakenburger visser. Die is echt wel in staat om iets anders te vangen dan hering of anchovis. Jullie verwachten veel van de paling. Die palingvangst zou wel eens zo'n vlucht kunnen nemen dat die later bezongen wordt in ons Spakenburgse volkslied. Alle gekheid op een stokje, voorzitter. Nog één ding. Natuurlijk moeten we onze tijd mee gaan. We kunnen toch niet aanverblieven wie de oude vissers plaatsen? In Harderwijk hebben ze net een visafslag opgericht. En in Elburg in Huizen zijn ze ermee bezig. Als jullie daar niet in meegaan, dan brengen de vissers hun vangst straks daaraan wel. En dan komt er hier in onze haven straks geen enkele schuit meer. En dan hebben de visventers ook geen broodwinning meer. En daarom, voorzitter, moet die gemeentelijke visafslag er komen. Dank u wel. Dank u wel. Nou, er hebben altijd in twee rondes de spreuken en ik denk dat het duidelijk is. Er is het nog gezegd, dus ik sluit de beraadslaging. En ik denk dat we overgaan tot historische besluitvorming. Dat denk ik wel. Want als ik de neus zo telt heb, dan moet de fracties maar zeggen of ik het goed heb, dan ben de vissers ver allicht. De middenstanders hebben het ook gezegd dat ze ver zijn. En de boeren blijven teuren. Ja, dan is nu met 4-3 het besluit te nemen dat er in Spakenburg een visafslag komt. Zo is het besloten. Mensen, het was een spannende raadsvergadering zometeen de eerste keer. Maar ik ben blij dat we het er goed van afgebracht hebben. En dat we zo eens eventjes lekker van een sigaar en een bubbeltje kunnen gaan genieten. Maar ja, het is wel zo. Toen we in 1915 met elkaar waren, was het wel maandag maar 9 uur. Dus moest je nou wachten tot 11 uur voor dat je een bubbeltje kon nemen. Dus dat was dan wel zo. Ik dank jullie heel hartelijk voor je inzet in de raadsvergadering. Deze sleutel. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een geheel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe.
Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.